De Surinaamse gemeenschap is twee nieuwe gemeenschapshutten rijker. Deze staan in ons enige stadspark, de Palmentuin. First Lady Ingrid Boutersen heeft vandaag de hutten overgedragen aan het onderdirectoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Stanley Sidoel, de directeur van cultuur, zegt dat de Palmentuin sinds 1999 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Hij doet een beroep op de gemeenschap om zuinig om te gaan met de hutten. De twee gemeenschapshutten zijn door interventie van de First Lady gerenoveerd. Het verzoek voor renovatie kwam van de stichting Amazonia Markt onder leiding van Yusin Aluma Toke. Mevrouw Boutersen merkte op dat de middelen voor renovatie van de hutten afkomstig zijn van donoren en deels uit het fonds van de overheid. Helaas kan ik het niet nalaten om ook aan te kaarten dat tijdens het opzetten van de hutten er zich ook een minder prettig incident heeft voorgedaan. Waarbij de ronde hut, toen deze bijna af was, vanuit het midden is gestort. En weet je wat je al toen hoorde? First Lady heeft geld gehad en kijk wat ze heeft geleverd. Ik wil aan de Surinamers vragen, laten we een beetje positief blijven. Want ik heb helemaal geen geld van de overheid gehad om deze hutten te renoveren. Helemaal niet, geen cent. Het is allemaal gebeurd, donaties en gedeeltelijk uit mijn fonds. Daar hebben we het hier ook gezet. Dus er is alsjeblieft geen enkel geld in mijn zak gegaan. De First Lady doet een beroep op de verschillende culturele groepen die gebruik zullen maken van de hutten om er zuinig mee om te gaan.